Hoe groot is het probleem met het scheefwonen bij u in de gemeente? Uh, nou, het scheefwoonprobleem is in Enschede niet groot. Dus vandaar ook mijn reactie: er is veel gedoe over dat je nu opeens uh, een wet die net aangenomen is alweer moet veranderen. Uh, ik kan me voorstellen dat er steden zijn waar dat wel een probleem is. Mijn dochter woont bijvoorbeeld in Amsterdam, daar ziet de wereld er heel anders uit. Maar in Enschede, en dat is het domein waar ik over ga, is geen probleem. Ja, want u bent een van de weinige wethouders die zegt uh, tegen Blok, ga maar door met het beleid en laat maar eens kijken hoe het uh, uitpakt. Nou, kijk, er is een nieuwe wet gemaakt en die komt voort uit de discussie rond de rol van corporaties. En als je een nieuwe wet maakt, dan gaat daar een hele discussie aan vooraf. En dan moet je als de wet vastgesteld wordt, moet je ook eens even de tijd geven aan zo'n wet om zijn werk te doen. Nou zegt uw collega in Enschede, als een van de weinigen, laten we het toch nog even aanzien. Geef zo'n beleid het aanpakken van scheefwonen, geef het wel een kans? Je moet altijd een kans geven. Dat kan natuurlijk altijd. Maar het zal niet helpen. Dus moet je altijd zorgen dat je altijd dingen achter de hand hebt. En zeg nou niet dat dat de enige kaart is die je speelt. Want dat is een beetje dom. De minister is ook nog uw partijgenoot. Speelt dat ook nog mee? Uh, nou, als ik het niet met hem eens was geweest, had ik dat ook wel durven zeggen. Ik bedoel, dat moet ook kunnen in een liberale partij. Maar ik snap heel erg goed waar hij mee bezig is. En het is op zich soms een ondankbare boodschap. Omdat je echt verandert van systeem. Ja, en dan komt er extra veel kritiek.